Welkom op deze expositie die de titel heeft Transferred. Op deze expositie heb ik geprobeerd een interessant geheel te maken van heel verschillende onderwerpen die ik geschilderd heb. Heel vaak in het verleden heb ik thema-exposities gemaakt met maar één onderwerp en het leek me interessant om dat is te doorbreken en verschillende onderwerpen te laten zien. De titel van de expositie heet Transferred en die titel verwijst naar de manier waarop ik beelden gebruik voor mijn schilderijen. Ik gebruik vaak beelden van het internet of uit magazines en ik transfer ze dan naar het medium schilderkunst. Ik kies de beelden vaak intuïtief die ik gebruik en let daarbij op of ze interessant zijn om te schilderen en passen bij de rest van mijn schilderijen. Dit schilderij heet Gebroken Scherm en is gebaseerd op een foto van een gebroken scherm van internet. En wat me heel erg interesseerde aan het beeld is dat als je dit beeld omzet naar schilderkunst, verandert het echt. Dus het verandert van een foto naar een soort abstracte kunst, omdat het omgezet wordt in schilderkunst. Iets wat me fascineert aan het schilderen van anonieme alledaagse beelden, is dat je ze daarmee een andere context kan geven. En bepaalde aspecten letterlijk ook kan uitvergroten. Het schilderij Bruid, wat in de expositie hangt, is een voorbeeld van een beeld wat ik uit een magazine heb gehaald en op een heel andere manier heb ingekadreerd. Dus het beeld was oorspronkelijk veel groter en ik heb maar een klein gedeelte van het beeld gekadreerd en daarna ook nog eens heel groot opgeblazen, waardoor het ook een heel ander soort beeld wordt als dat het oorspronkelijk was in het tijdschrift. Kunstmatigheid is een thema wat als een rode draad door mijn werk loopt eigenlijk. En wat bijvoorbeeld heel goed te zien is in een werk als Zwembad in de Nacht. Waarbij een kunstmatig licht uit een zwembad ziet komen. Wat geplaatst is in een natuurlijke omgeving van een heuvellandschap.